Een hele goede middag op deze woensdag. Het is alweer 10 februari. Ik ben klaargemaakt en ik heb een nieuwe lipstick uitgeprobeerd. Ik weet niet zo heel goed wat ik ervan vind. Hij droogt op zich wel mat op, dus het lijkt wel eerder een liquid lipstick. Maar of ik de kleur helemaal fantastisch vind, laat even weten wat jullie ervan vinden. Mickey! Stoppen! Mickey valt muis aan. Die blauwe vond ik in ieder geval niks, maar dit weet ik nog niet. Ik heb gisteravond weer naar Married at First Sight gekeken en het was wel weer leuk. Alleen Rijn en Danny, ik weet het niet. Het is Rijn die vertelt op een gegeven moment dat hij wel het idee heeft dat de gevoelens van Danny dieper gaan als die van Rijn. Ja, ik weet ook niet in hoe snel je gevoelens voor iemand kunt krijgen. Misschien is dat ook het moment, zeg maar. Omdat ze nu heel veel tijd samen doorbrengen. En Rijn had heel erg het gevoel dat Danny een lijstje aan het afgaan was. En daardoor gewoon Rijn steeds leuker begon te vinden. Dus ja, bij hem waren de gevoelens er op dat gebied nog niet echt. Suzanne en Bertie gingen trouwen. En ik vond het eigenlijk best wel een leuk koppel. Totdat Bert een paar dingen zei en deed waarvan ik dacht, oh, je gaat wel weer een beetje naar de minpunten. Toen zij binnenkwam, hij stond te springen en te doen. En misschien is dat enthousiasme. Ik zou het zelf geloof ik niet zo tof vinden als je binnenkomt bij het altaar en je toekomstige man die staat te springen als een klein kind. En hij deed op een gegeven moment een uitspraak. Hij zei ook wel, nee, ik kan het eigenlijk niet zeggen. Uiteindelijk zei hij het wel. Hij zei van, ja, ik zou het wel op haar kunnen. Toen dacht ik, jeetje, dat ga je toch niet zeggen? En hij gaf gelukkig ook wel toe dat het gewoon eigenlijk niet oké was dat hij het zei. Maar ik denk, zeg het dan niet. Nee, dat vond ik echt heel erg. Mick en Daisy, ja, die zijn opnieuw op huwelijksreis. Maar ik had op een gegeven moment gewoon een beetje medelijden met Mick. Ik snap nog steeds niet waarom hun gematcht zijn. Er zullen echt punten zijn waar hun naar hebben gekeken. De matchmakers, waardoor ze bij elkaar gepast zullen hebben. Maar ik zie het niet. Daisy is best wel overheersend. Ja, en als je gewoon van jezelf best wel een beetje een pittig persoon bent, ja, dan ben je zo. En Mick is een beetje de afwachtende, de terughoudende. Dus ik had op een gegeven moment gewoon een beetje medelijden met hem. Want zij kwam echt een paar keer best wel pittig uit de hoek. En toen dacht ik van, oh. Ja, ik vond hem gewoon een beetje zielig. Maar het was verder wel weer leuk. Dus ik ben wel weer benieuwd naar volgende week. Daarna ben ik eigenlijk de vlog gaan editen. Dus die is in ieder geval af. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat was top. Ik heb Rex gekeken. En daarna ben ik lekker met Springvloed verder gegaan. En dat was super spannend. En het eindigde ook weer zo spannend. Ja, dat was eigenlijk hetzelfde als wat ik maandagavond had. Dat ik zoiets had van, shit, het is afgelopen. Maar goed, ik ga vanavond weer verder. Je wilt gewoon doorkijken. Dus ja, super spannend. Prima avondje, niet bijzonder. Ik ga zo meteen eventjes twee schone lopers van boven halen. Voor op de tafels. En dan ga ik de woonkamer eventjes lekker doen. Dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Want ik heb weer zin om verder te gaan met de doodles. Dus ja, verder is er eigenlijk ook weinig gebeurd. Ik vraag me even af hoe koud het nu is. Ik heb een vlek op mijn bril en ik heb hem net staan poetsen. Dat is niet zo fijn. Oh, het is min 1. Ja, het is ook inderdaad wel zonnig. Ik ga even mijn bril afdoen, want oh, hij is nog helemaal vies. Dat heb ik niet goed gedaan. Dat eigenlijk. Dus ik ga nu gewoon eventjes mijn bril poetsen. En dan moet ik eigenlijk ook even een kledingroller van boven halen, want ik heb heel veel haren op het stoelkussentje. Die zijn er niet uitgegaan in de was. Dus die moet ik eigenlijk gewoon eventjes schoonrollen. Want met de stofzuiger lukt het ook niet. En dan kunnen die er weer op. Dus ik ga even wat spullen pakken. En dan ga ik jullie erbij zetten als ik ga poetsen. Maar ik ga eerst even mijn bril doen. Want zonder bril zie ik niks. En met een vieze bril, daar kan ik niks mee.
Zo, goh, wat hebben we weer naar licht. Ik zal eventjes iets het gordijn dicht trekken. Misschien dat het dan iets beter wordt. Ja, kijk, het gaat iets beter. De woonkamer is lekker schoon. Ik zou de kussentjes afrollen met zo'n kledingroller, maar die kon ik niet vinden. Dus het is uiteindelijk toch de stofzuiger geworden. Dus nou wil ik van de week boven sowieso nog even wat gaan doen. Dus als ik hem dan vind, kan ik ze alsnog afrollen. Dat plan, dat ging niet helemaal goed. Ik heb wel even lekker gebullet journaled. Ik ben verder gegaan met de doodles. Maar ik heb wel één biertje nu verprutst. Althans, verprutst. Ja, het is niet helemaal geworden zoals ik hem had willen hebben. Maar ik ben dan ook wel een beetje van, ik kies toch wel een beetje dieren op een makkelijke manier om te tekenen. Omdat ik het niet super goed kan. En ik vind het dan ook vaak dat die dieren die hebben, die zien er dan ook gewoon een soort van schattig uit, weet je. Ze hebben gewoon een vriendelijk gezichtje. En ik hou niet zo van dieren die niet vriendelijk kijken. Dus ik teken ook vriendelijke dieren. Maar op zich, nou, het is wel leuk. Ik heb nu een girafje, een bij en een zebra. De zebra moet nog de achtergrond van gekleurd worden. Maar de zebra is wel een beetje mislukt dan. Maar goed, ik heb er wel weer vermaak mee gehad. Dus dat is het belangrijkste. Zometeen even lekker relaxen. Ik heb weer een beetje buikpijn. Dus ja, gewoon even lekker rustig aan. Ik heb het koud. Dan straks lekker warm douchen. Ik eet vanavond gewoon patat. Dus lekker makkelijk. Je hebt vanavond Steenrijkstraat arm. Ik weet alleen niet of ik die ga kijken. Want dat ligt eraan of het een herhaling is. Anders ga ik de slechte chauffeur kijken. Die ga ik sowieso opnemen. En ook de K van Carlijn. Anders kijk ik het van de week even terug. Verder heb je Hart in Actie. Ik wil misschien nog wat aan mijn papieren gaan doen. En wie weet alvast een beginnetje maken met het persbericht van Cartrice. Maar dan moet ik even kijken. Ik moet alles dan bij elkaar gaan ordenen. En dat moet dan eerst weer bij elkaar gezet worden. Dat moet weer geknipt worden. Dan moeten de randen verwijderd worden. Dus dat is altijd best wel veel werk. Maar dat geeft niet. Het is natuurlijk ook maar één keer in het half jaar. Verder heb ik vanavond nog een Rex en ik ga verder met Springvloed. En ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik moet nog wel ook de vlog uploaden en nog even een thumbnail maken. Maar dat ga ik al een beetje op tijd doen, omdat het uploaden van de vlog de laatste tijd best wel lang duurt. Komt ook omdat de vlogs nu wat langer zijn. En dat komt ook vanwege deze camera, omdat die langer filmt. En mijn andere camera die kon maar 8 minuten filmen en deze die kan gewoon veel langer filmen. Maar goed, we gaan dat gewoon eventjes doen. Dus verder wordt het gewoon lekker op de bank. Lekker goede tijden, een kopje koffie en dan verder ook niet zo heel veel. Het is, ik heb het best wel fris. Is de temperatuur nu ook nog weer gestegen? Nee, het is 1 graadje hoger. Ja, mijn moeder appt even. Mijn moeder loopt de post en die was nu net pas klaar. Het is allemaal een beetje een zooitje nu bij de post. Maar die heeft nu natuurlijk best wel met lopen is dat best wel lastig vanwege ook die sneeuw. En elke keer zit haar fiets helemaal onder de sneeuw. Ja, dat moet ze eraf hebben, want omdat het 's nachts gaat vriezen, ook al staat die fiets in de schuur, daar vriest het natuurlijk doorheen en dan krijg je het er gewoon niet meer af. Dus zet hem nu elke keer in bij haar in de gang neer. Die heeft geen paard in de gang, maar een fiets in de gang. Omdat, ja, zodat het kan smelten. En dan kan die later, als die droog is, terug naar de schuur. Maar dat is elke keer wel een hele klus. Die kan nu ook niet naar mijn oma toe, omdat het daar te slecht weer voor is. Het is gewoon niet fietsbaar. Dus ja, het is even niet anders. Dus daar was ik even op aan het reageren. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken. En dan ga ik lekker relaxen. En dan zie ik jullie morgen weer, want ik ga verder niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 11 februari. Ik ben klaargemaakt en normaal gesproken is donderdag boodschappendag. Vandaag niet. Ik heb niet al te best geslapen. Laat ik daarmee beginnen. Normaal gesproken stuurt mijn coach op woensdagavond al een appje van joh, ik ben er morgen zo en zo laat. Had ze gisteravond niet gedaan. Ze was ook eigenlijk sinds 5:30 'smiddags niet meer online geweest. Ik denk nou, dat komt niet meer. Toen ben ik dan gaan slapen, maar ik ga er dan toch een beetje op liggen, omdat ik dus niet weet, komt ze wel, komt ze niet, hoe laat gaat ze komen,
Dus ik werd al een paar keer wakker. Toen keek ik op mijn telefoon, toen was er nog geen appje binnen. Toen werd ik op een gegeven moment weer wakker. Toen appte ze van, joh, hoe lang red je eigenlijk nog met de boodschappen? Ik zei, ja, wanneer wil je komen? Ik zei, ik heb nog tot, ik vandaag heb ik nog wel eten. Ik zeg, maar dan houdt het ook wel een beetje op. Nou, dat was mooi. Toen zei ze, nou, dan kom ik denk morgen in verband toch met het, de weg die zeg maar nog niet echt fantastisch is. Er is hier bijvoorbeeld ook niet geschoven of zo. Nou, ik denk dat ze vooral de grote straten zullen ze schuiven, maar voor de rest niet. Dus toen zei ze, nou, dan kom ik morgen wel. En dan kom ik om 1:30 en dan kan ik ook even, kunnen we even nog lopende zaken doen. Maar vandaar dat ik eventjes niet zo heel erg lekker heb geslapen. De avond, ik heb gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Ja, ik vond hem iets tegenvallen. Gewoon, het was ook een vrouwtje uit het buitenland. Was wel dan, ja, volgens mij kwam ze uit België. Ze woonde in Monaco. Ik vond het allemaal een beetje vreemd. Ze was met een goede vriend en die sprak geen Nederlands. En ja, ik vind het toch altijd wat leuker als het gewoon in Nederland is. Weet je, dat je gewoon een beetje de bekende dingen hebt. Het is allemaal vaak zo luxe. En dat zal echt bij het luxe leven horen, maar dat ken ik ook niet. En dat hoeft ook helemaal niet, want ik ben heel blij met mijn leven hoe het is. Maar ja, ik had wel even zoiets van, het viel me een beetje tegen. Daarna heb ik Harts in Actie gekeken. Dat was wel heel mooi. Ik heb mijn artikel af. Mijn vlog die heb ik ingepland. Dus ik heb weer een papier af. Jippie. Ik moet alleen nu nog even inkt gaan scoren. Maar dan moet ik even op internet kijken. Want ik had een poosje geleden had ik inkt gevonden. Toen heb ik het nog niet besteld. En nu moet ik weer even die site opzoeken. Want daar was het niet zo heel erg duur. Dus verder was een prima avond. Ik heb weer gekeken naar Rex. En ik had weer lekker springvloed. En dat was ook weer super spannend. Dus wat dat betreft was het wel een goede avond. Ja, ik ga zo meteen even stofzuigen. En dan ga ik boven mijn schoenen ordenen. Want mijn schoenen, dat is één grote bende. En die moet ik eventjes gaan ordenen. Het hangt allemaal niet helemaal meer zoals ik het hebben wil. Dus dat wil ik eventjes gaan doen. En daarna ga ik gewoon even lekker bullet journalen. Ik heb straks nog even gezellig een poosje met Nathalie gebeld. Het was ook alweer even geleden dat we elkaar telefonisch hadden gesproken. Op de app spreken we elkaar wel. Met telefonisch dus niet zo heel veel meer. Dus daar heb ik even mee gesproken. Dus verder prima. In dit soort situaties is het wel heel vervelend dat je niet zelf je boodschappen kunt doen, moet ik zeggen hoor. Want ja, ik ben er altijd zo op ingesteld. Donderdag boodschappen, nu maakt het niet uit, ik kan de planning gewoon omgooien. En nu is het fijn dat ik deze week de slaapkamer niet heb, anders had ik die vandaag moeten doen. Maar goed, dat is niet aan de orde. Ik ga de kattenbakken scheppen, dan ga ik stofzuigen, dan ga ik naar boven, dan ga ik jullie dan even bijzetten. Ik hoop dat het licht een beetje oké is. Ik zie er wel tegenop, want die spin die dartelt daar nog ergens rond. Dus dat is even wat minder en ik heb een koude rilling. Goed, ik ga eventjes wat doen, want ik inmiddels aangekomen op de zolder, waar het wel een bende van ellende is, waar ik nog steeds een beetje aan het opruimen ben. Maar ik ga dus even dit hele rek leeghalen en dan ga ik even de schoenen opnieuw erop zetten. Want ik kan bijna niks meer terugvinden. Het hangt niet meer op. Het hangt niet meer zoals ik het wil hebben. Dus ik ga even alles eraf halen en dan ga ik het even ordenen. Dus ik ga jullie even op een plekje neerzetten en dan gaan we dat even doen.
Alle schoenen zitten er weer op. Het is nog steeds niet fantastisch, maar ze zijn in ieder geval eraf. Ik ben alleen nog een schoen kwijt. Die heb ik nog niet gevonden, dus die zal ik nog wel vinden. Maar in ieder geval ziet dit er weer eventjes wat beter uit. Dus ja, voor nu is het wel eventjes prima. Inmiddels heb ik de was ook al eventjes opgeruimd en in de kast gehangen. En ga ik even genieten van deze white chocolate mocha flavor van de Starbucks. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die is. Dus ik laat je straks even weten hoe die smaakt. Dan ga ik even bullet journalen en even het kaartje van mijn camera legen, want die is vol. Maar nu eerst genieten van deze Starbucks. Daar heb ik echt heel veel zin in. Zo, het kaartje van de camera die is geleegd. Dus alles staat nu veilig op de harde schijf. Dus dat is wel prettig. Ja, op zich wel lekker bezig geweest natuurlijk, die schoenen. Ik ben alleen die ene schoen nog steeds kwijt. Die heb ik nog niet gevonden. Dus ja, het is op zich nu wel wat beter. Het is nog steeds niet helemaal fantastisch. Maar ze staan in ieder geval nu allemaal op dat rek. Nou, wel lekker dat die was ook al naar boven is. Er hangen nog wel twee, een trui en een... hoe heet dat nou? Een placemat. Want die waren nog niet droog, die hingen weer achteraan. Dus dat werkt gewoon niet. Maar ook wel fijn dat dat wasje alweer in de kast ligt. Was ook niet zoveel. Dus ik dacht, nou, ik kan het gewoon gelijk naar boven brengen. Even lekker met de doodles bezig geweest. En die koffie, die was echt fantastisch. Die was echt zo lekker. Ik vind het echt jammer dat die op is. Ik ben ook bang dat hij niet meer te koop is, want volgens mij was het echt een speciale editie voor de kerst. Maar ik hoop dat ze hem weer terugbrengen rond die tijd, want ik vond hem echt heel erg lekker. Ik vind sowieso eigenlijk bijna al die Starbucks wel lekker hoor, maar deze was ook wel echt fantastisch lekker. En hij was met witte chocola. Normaal ben ik niet echt van de witte chocola, maar deze was wel echt super lekker. Daar heb ik in ieder geval van genoten. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen, want ik heb wel een beetje stekende hoofdpijn. Komt denk ik een beetje door alle drukte en het gebroken slapen. Maar goed, dat komt wel weer goed. Dan straks lekker douchen. Eten. Goede tijden kijken. De tv-kantine en daarna even meester Frank Visser. Hoe is het nu met? Dan moet ik nog even Wie ben ik opnemen. Ik ga mijn foto's bewerken voor het artikel van morgen. En als ik vlot ben, misschien alvast een beginnetje maken met de video voor zaterdag om te editen. Ik ga weer Springvloed kijken en ik heb vanavond weer heerlijk zonnestad. Dan gaat er nu eentje met mijn koffiedingetje vandoor. Ik vind alleen één nadeel dat je nu overal van die papieren rietjes hebt. En als ik iets vies vind, is het een papieren rietje. En ik snap het op zich wel dat ze niet meer kiezen voor plastic. Want ja, het is beter voor het milieu en zo. Maar ik vind het 10 keer niks. Ik vind het bij McDonald's ook zo vreselijk. Zo'n papieren rietje. Papier, als dat nat wordt, dat wordt gewoon vies. Dus ik ben daar niet echt super blij mee. Maar goed, dat zal iets zijn waar we aan moeten wennen. Want ik denk niet meer dat plastic rietjes terug zullen komen. Maar ik vind het niet fijn. Dus ik vraag me nu ook echt af of dat ook al bij pakjes drinken is. Dat denk ik haast wel. Ja, ik heb nooit pakjes drinken natuurlijk, want ja, dat was vroeger toen ik nog op school zat. Maar je gewoon altijd plastic rietje. En ik had ook het idee dat die beter doorprikte, zeg maar. Al had ik dat dan wel met die Capri Sun. Dat dronk ik ook heel vaak. Alleen dat was natuurlijk omdat dat zo'n aluminium verpakking is. Dan prikte je soms verkeerd en prikte je aan de achterkant doorheen. En dan ging die sap overal heen. Dat was altijd een nadeeltje, maar goed. Dat is wel even wennen. Maar goed, zonnestad dus vanavond waar ik weer heel veel zin in heb. Dus op zich wel even een lekker avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik denk alleen niet dat er morgen heel veel te vloggen valt. Omdat ik dan natuurlijk de boodschappen ga doen. Dus daarom heb ik geprobeerd jullie er vandaag wat meer bij te zetten. Alleen het viel even tegen omdat het kaartje vol was. Dus nou ja, goed. Ik ga jullie in ieder geval bij deze gewoon weer morgen zien. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 12 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb nog een ooglook gemaakt met de bloempaletten. En ik heb de laatste lipstick op. En die vind ik echt wel heel erg mooi. Ik heb net even stof gezogen en de kattenbakken geschept. Dan ga ik zo even een muts pakken en handschoenen. Want het is best wel koud en ik ga zo boodschappen doen. Ik weet alleen niet of ik een mutsenhoofd heb. Maar ik zal het zo even laten zien als ik een muts op mijn hoofd heb.
Ik vind het niet, waarschijnlijk niet heel erg flatteus of zo, maar het is gewoon te koud om zonder muts naar buiten te gaan. Ja, dan loop ik maar een beetje voor joker. Gisteravond, ik heb de tv-kantine gekeken, was ook wel weer leuk. Daarna heb ik Meester Frank Visser, Hoe is het nu met gekeken, vond ik ook altijd, vind ik altijd wel interessant. Ik ben begonnen al met het editen van de video. Ik heb mijn foto's afgekregen. Dus wat dat betreft was het een productief avond. Daarna weer verder gegaan met Springvloed en Zonnestad. Dus dat was allemaal eigenlijk superleuk. En ik was eigenlijk helemaal vergeten te vertellen, maar ik heb woensdagavond ook nog Ajax gekeken. En dat was ook wel goed, want we hadden gewonnen. Dus dat is altijd fijn. Ik heb best wel vast geslapen. Ik werd ook echt wakker van de wekker. Ik was best wel moe en toen moest ik sporten. En ik had het zo gigantisch koud. Ik heb het nog steeds koud. Dus dat was eventjes wat minder. Dat ik dacht van, ik heb het zo koud. Ik wil eigenlijk niet. Maar ik heb het wel gedaan. Kleding had ik al klaargelegd. Dus dat scheelde. Ik hoefde niet naar boven. Dus toen kon ik even mezelf klaarmaken. En daarna de stofzuiger er doorheen trekken. Mijn coach is er nu binnen 5 minuten, dus ik ga nu eventjes een muts en handschoenen pakken en dan gaan we even kijken hoe een muts mij staat. Zo, muts heeft een muts op. Ik vind het zelf niet echt fantastisch staan, maar dit is een muts die ik een hele tijd geleden bij de Action al eens een keer kocht. En ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit op gehad, omdat we niet echt hele strenge winters hebben. Maar nu is het wel goed, alleen dan moet ik zometeen dit wel omhoog doen, anders kan mijn mondkap niet op. Ik heb ook wel een winterpet, maar nou ja, deze kan ik anders nooit op. Dus ik dacht dan maar een muts op. Ik heb mijn handschoenen gepakt. Ik ga even mijn schoenen aantrekken en even naar de wc en zo. En dan komt mijn coach zo. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben van boodschappen doen. Dus dan gaan we zo eerst even de kou trotseren en de sneeuw. Maar ik heb in ieder geval een muts. Zo, inmiddels ben ik weer thuis. Ik zet even de deurstopper overeind. Dus ik heb de boodschappen weer binnen. Die ga ik even laten zien. Ga ik de boom afhalen en misschien nog even bullet journalen. Maar ik zal even de tassen hierheen halen. Ik heb twee flinke tassen vol. Oh, er ligt hier nu een plasje van de laarzen, want die zijn nat van de sneeuw. Maar goed, wat hebben we? In de aanbieding. Oh. Even kijken hoor. Ik had even check gehaald, maar de doosje is open. Dus alles is eruit gegaan. Dus die moet ik eventjes een beetje terugstoppen. Die kom ik zo wel tegen. Nieuwe pot. Niet fantastisch mooi, maar goed, maakt niet uit. Ik heb snoepjes. Gaat er eentje naast. Dan heb ik 2 pakken chocomel gehaald bij de Aldi. Daar was ik niet wel blij om. Bij Plus was alles op. Ik heb nog een pak met 2 mondkapjes gehaald bij de Lidl. Ik heb er nog één trouwens. En even de afwasmiddel. Nog meer hulsjes. Even allemaal een beetje terugsteken. Ik heb nog een pakje met ijsthee gehaald bij de Aldi. Oh, wat een drama dit. Ik heb ook deze nog gehaald. Dan heb ik gewoon even wat mondkapjes op voorraad. Dan heb ik haricot vers voor maandag. Pakje slavinken. Afgehakt. Ik heb weer eventjes scheerschuim meegebracht. Als ik hem aanbreek, neem ik weer even een nieuwe mee. Oh. Deze moet ik zo boven even rechtop neer gaan zetten, want alles gaat er echt naast. Het is echt niet zo handig dit. Een andere pak chocomel nog. Melk heb ik gehaald. En bij Aldi hadden ze nu ook de chutjes. Dus die heb ik ook meegenomen. Want die waren nu ook 3 voor 1 euro. Dus dan heb ik gewoon even lekker voorraad. Want ja, die actie is er niet super vaak. Ik ga eerst eventjes deze hulsjes opruimen. Dan laat ik de andere tas even zien. Bij de kruidvat had ik ook voor natrium even de hand- en nagel repair balsem. Van de kokosnoot, want die wilden zij heel graag hebben. Die heb ik voor mezelf ook gehaald. Ik heb weer even 2 keer de oil and care gehaald voor de conditioner. Want die gaat heel hard. En dan kreeg ik nog deze gratis mok bij. Bij Trekpleister had ik nog even kuppensoep gehaald. En
En ik heb nog een big shirt meegenomen, want die vind ik altijd wel lekker zitten. Groene aanmaak heb ik gekocht. Boontjes. De aardappelschijfjes weer. Een pakje frikandellen. Kattenvoerdroppen. En ook het zachte voer. Frietsaus. Chloor. Remia. Bakken en braden. En nog een zak patat. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan ga ik even de bonen afhalen. Kan ik jullie dan nog wel eventjes bijzetten. En dan heb ik dat in ieder geval weer klaar. Dus dan... ja, en als er dan nog tijd over is, kan ik nog even bullet journalen. Maar eerst even opruimen. Zo, de katjes hebben weer lekker gegeten. Was het lekker? Heb je gesmikkeld? Je hebt niet een rood of een zwart neus, bruin neusje nu, hè? Dat was wel lekker, hè? Als ze haar hoofdje naar voren doet, wil ze kusjes, hè? Kusje? Dat is altijd zo lief. Nou, ik had wel mazzel met die handcreme. Ik ga even iets gordijn dicht trekken, want anders zit ik zo tegen die zon in te kijken. Dan kan ik niet tegen jullie praten. Het was eigenlijk heel grappig. Nathalie die appte, oh het helpt niet echt, die appte zondag al een foto door van, oh dit moeten we hebben. Want we zijn eigenlijk allebei heel erg groot fan van Trekkelmoen. Ik weet eigenlijk niet of Nathalie ook wel eens de douche producten heeft geprobeerd. Ik vind die fantastisch. Maar de handcreme ben ik ook heel erg fan van. Ik wist dat zij daar wel heel erg fan van was. Dus toen appte ze mij van de week van, joh, zou jij even willen kijken? Want bij haar is de kruid wat iets verder en dan moet ze weer helemaal door naar het centrum. En ja, dat is gewoon niet altijd even handig, ook met lente natuurlijk. Dus ik zeg, ja, dat is goed. Dus die had ik maar ik was er een beetje van uitgegaan van, nou, ik zou wel eens mis kunnen grijpen. Want ja, het gold natuurlijk maandag al en ja, het is gewoon op is op. Maar toen kwam ik bij de kassa en toen lagen er daar nog een paar. Maar het was dus niet heel veel meer. Maar toen hadden we toch gelukt. Toen hadden we allebei toch nog de handcreme. Dus dat was wel fijn. Ik moest wel zeggen, het was ook best wel druk in de winkels. Ik vond het ook lastiger om de afstand vandaag te houden. Omdat ze en heel veel aan het bijvullen waren. De Aldi was echt super druk. De Plus was super druk. Maar Lidl was dan wel weer heel rustig. Maar ik vond het wel een beetje lastig. Dus dat was wel eventjes een dingetje waar ik dan wel even een beetje tegenaan loop. Maar goed, dat hebben natuurlijk heel veel mensen. We hebben nog even wat zaken geregeld. Ik kan nog een telefoontje krijgen tot 5 uur. Maar ik denk dat het gewoon maandag wordt. Ik denk niet dat het vandaag nog gaat gebeuren. Want het is vrijdag en iedereen wil op straks ook weer een beetje bij tijd naar huis. Ja, vanavond. Ik ga straks lekker douchen en koken. Ik heb nu een beetje last van mijn buik. Dus ik ga zo even lekker relaxen. Dan gaan we daarna eventjes, als ik heb gegeten en gekookt en heb afgewassen, ga ik even Wie ben ik kijken. Dat kan ik mooi even kijken voordat Flikken komt. Heb ik weer heel veel zin in Flikken Maastricht. Ga ik daarna eventjes De Slechtste Chauffeur terugkijken. Daar heb ik ook heel veel zin in. En dan ga ik nog even mijn video verder afmaken, want hij is bijna klaar. Het is echt nog de laatste dingetjes. Mijn artikel nog even schrijven. Dus dan is dat allemaal rond. En dan ga ik weer lekker Springvloed kijken en Zonnestad. Dus daar heb ik wel zin in. Wordt wel echt een lekker avondje. Ik heb nu ook wel een fijn gevoel. De boodschappen zijn binnen. En dat heb ik eigenlijk altijd. Zodra de boodschappen binnen zijn, heb ik weer zo'n gevoel van, ah, lekker, weet je wel. Ik heb gewoon weer dingen in huis. En ja, dat heb ik normaal dan op donderdag, maar nu heb ik het vandaag. Ik probeer intussen mijn Apple Watch te updaten, maar ik weet niet of hij er heel erg veel zin in heeft. Hij is nog steeds aan het verifiëren
Oh, hij moet op de oplader zitten als ik dit doe. Oké, dat is een beetje lastig. Dan moet dat strakjes eventjes. Dan moet ik hem even op de oplader leggen. Want hij heeft wel voldoende batterij, maar hij pakt hem dus alleen als hij op de oplader zit. Nou, dat is een beetje jammer. Dus dat is verder eigenlijk mijn planning. Ik ga nu nog eventjes lekker relaxen en dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Want ik ga verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 13 februari. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het koud. Dus ik ga even kijken hoeveel graden het is. Het is min 2. Oké, het is niet zo heel gek dat ik het koud heb. Maar ik heb vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning staan. Ik ga de kwast even lekker wassen. Ik heb net eventjes mijn make-up tafel opgeruimd. Alle make-upjes heb ik teruggelegd op zijn plek. En ja, is ook altijd wel lekker. Dan is het weer gewoon helemaal opgeruimd. Ik ga nog even bullet journalen en dan eventjes de kwasten wassen. Dat is het ook. Ja, en even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Maar dat is eigenlijk mijn standaard ritueel. Ik heb gisteravond heerlijk Flikken Maastricht gekeken. Was super spannend. Was echt een goede uitzending. Daarna heb ik even De Slechte Chauffeur teruggekeken. Was ook wel weer heel interessant. Toen heb ik mijn video verder afgemaakt die inmiddels online is gekomen. Ik heb een thumbnail gemaakt. Ik heb een artikel geschreven. Toen ben ik nog even verder gegaan met de perslijst van Catrice. Met alle nieuwe producten die online moeten. Dus dat was eigenlijk verder mijn avond. Ik heb weer lekker Springvloed gekeken. Was weer super spannend. En daarna heb ik Zonnestad gekeken. En dat was ook wel weer een goede uitzending. Dus wat dat betreft was het eigenlijk een prima avondje. Lekker rustig, maar dikke prima. En ik heb weer zoveel last van mijn ult. En ik heb wel eventjes gekeken op de website van de Action. Want ze bieden nu natuurlijk Click & Collect aan. Ik had het er gisteren ook even over met mijn coach. Maar ja, ik heb ook heel eerlijk gezegd van ik vind het assortiment niet heel breed wat ze aanbieden. En ik snap dat je echt niet alles kunt aanbieden. Dat is volkomen logisch, maar de dingen die ik dan nodig heb, die staan er dan weer niet op. Zoals de ieltsokken, die kun je bijvoorbeeld ook niet bestellen. Dus dat is wel lastig. En voor mij is sowieso dat hele click and collect een beetje een lastig iets. Want je moet bestellen en dan kun je het 4 uur later ophalen. Ja, en voor mij werkt dat niet, omdat ik natuurlijk zelf de deur niet uit kan. Dus voor mij is het niet een heel erg handige optie. Maar ja, voor mensen die er gebruik van kunnen maken, is het natuurlijk wel makkelijk dat het kan. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind het assortiment gewoon niet heel, heel ruim. Maar dat vind ik bij alle winkels hoor. Dat vind ik bij een Zeeman ook. Dat wat ik tot nu toe even heb bekeken met Click & Collect. Ik vind niet dat het aanbod super groot is. Maar goed, kan misschien ook niet. Want ja, je zult er best wel druk mee zijn om al die bestellingen te moeten gaan pakken en in moeten pakken. Dus ik denk dat het ook best wel lastig is. Maar oké. Ik heb verder eigenlijk ook niet heel veel te melden. Want er is gewoon weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet gezien heb. Ik heb wel super droge handen. Ik zat gisteravond in bed helemaal te krabben. En ik heb mijn handen gisteravond wel weer ingesmeerd. Maar ja, dan merk je toch dat ben ik buiten geweest. En ik had handschoenen bij me. Maar ja, ik had 2 rechterhandschoenen bij me. Dus dat werkt niet. Dat was niet helemaal goed gegaan. Dus dat was ook niet zo heel slim. Ik moest me wel weer gisteren legitimeren toen ik mijn rookspullen ging kopen. Maar ze waren ook wel een beetje aan het controleren, zei die man. Ik dacht, nou, misschien zie ik er jonger uit nu. Doe mijn muts op. Maar goed, zonder muts moet ik het ook. Maar goed, ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik even boven even kijken of er nog baby shampoo staat. Want dat had ik gisteren eigenlijk bij de supermarkt mee willen nemen. En dat ben ik vergeten. Dus het moet wel even op het lijstje. Anders moet ik weer eventjes gewoon zeep gebruiken. Vind ik iets minder prettig. Maar goed, dan ga ik eerst de boel maar weer even stofzuigen. En de keuken een beetje opruimen. Wat dingetjes die er staan die ik niet meer nodig heb, die kan ik dan even opruimen. Maar goed, eerst maar even stofzuigen en doen. En dan zet ik jullie bij het kwastenwassen er weer even bij.
Nou, lekker weer schone make-up kwast. Ik heb het nu even op de ouderwetse manier gedaan met de hand, want het wilde niet zo goed met mijn elektrische ding. Dus ik ga dit allemaal even afdrogen en opruimen. Nog even bullet journalen, maar ja, het wilde gewoon even niet zo goed. Dus ik dacht, nou, dan moet ik het maar even met de hand doen. En ja, dat werkt ook prima, maar ik vind het wel leuk om dat apparaat te gebruiken natuurlijk. Alleen, ja, vandaag zat het er gewoon even niet in. Dus ik ga dat nu even droog maken en opruimen en dan eerst even wat drinken. De katjes hebben inmiddels hun eten op. Het eigentje kon het niet helemaal op, dus Muis zit het nu een beetje leeg te eten. Ja, ik geef het groot gelijk. Ze gaan normaal ook altijd bij Muis haar bakje eten, dus nou ja, ik laat maar voor wat het is. Ik heb wel even lekker nog bullet journaled. Ik heb het alleen ijskoud. Ik heb in ieder geval alles van februari heb ik nu zo'n beetje bijgewerkt. Dus dat is wel lekker tot hoever dat kon. Ik ben nog even verder gegaan met de doodles, maar daar heb ik niet heel veel meer aan gedaan. Maar dat geeft niet. Want ja, ik wilde ook eventjes gewoon die bullet journal van februari een beetje up-to-date houden. Dus dat is ook wel belangrijk om te doen. Dus dat was het eigenlijk ook. Vanavond kijk ik weer lekker Weet ik veel. Dus ik hoop dat ik het een beetje goed doe. En daarna ga ik denk ik even Videoland kijken. Want ik moet nog verder met Meisje van Plezier. En ik moet ook nog dat deel kijken van die documentaire van John van den Heuvel. Dus die wil ik sowieso zien. En ik hoorde gisteren ook dat maandag de documentaire van Britney Spears te zien is bij Net 5. En die lijkt me ook wel heel interessant. Dus die ga ik even opnemen. 6:15 speelt Ajax. Dus dat ga ik wel even aanzetten. En ja, goed. Vanavond heb ik sowieso weer Springvloed en Zonnestad. En ik ga alvast weer begin maken met de vlog. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga straks wel even lekker een keertje eten bestellen. Daar heb ik wel zin in. En is alweer eventjes geleden. Maar verder eigenlijk niks bijzonders meer op de planning. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Straks lekker warm douchen. Ja, en dan verder eigenlijk gewoon een basic avond, niet bijzonder. Ik ga wel even de nagellak eraf halen, ook van mijn tenen. Dan kan mijn tenen gelijk een nieuw laagje erop en doe ik morgen mijn vingers, want het ziet er nu niet meer uit. Maar het zal wel even tijd kosten om dit eraf te boenen, want het is toch een soort glittertje. Dus daar zal ik wel even druk mee zijn. Ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer zien, want ja, er is nu toch verder niks meer wat ik ga doen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag, het is 14 februari, ook wel Valentijnsdag genoemd. Nou ja, ik heb daar niks mee, maar voor mensen die het leuk vinden, fijne Valentijn. Ik zit lekker even op de bank. Het is koud, het is wel 2 graden buiten, dus het is niet meer aan het vriezen, maar ik vind het nog steeds wel fris. Ik ga zo even de kleden van de katten en zo wassen. Dus dat ook weer lekker fris. En verder eigenlijk gewoon even de standaard dingetjes, de groentes weer afhalen. Misschien nog even een paar dingetjes maken met naald en draad. Maar dat moet ik even kijken. En ik ga foto's maken, dus dat is het. Gisteravond lekker eten besteld. Ik heb er echt van genoten. Het was wel heel zout, maar nou ja, soms heb je dat gewoon. Dus ik heb daarna gewoon even wat water gedronken en dan gaat het al wel weer. Weet ik veel gespeeld, was prima. Daarna heb ik De documentaire van John van den Heuvel over de Mucromafia verder gaan kijken. Maar ik dacht eigenlijk dat er maar 2 van waren. En er komt dus nog een aflevering. Dus ik ga volgende week weer verder. En ik heb de vlog al tot gisteren afgemaakt. Ik heb weer wat aan het persbericht van Catrice gedaan. Dus dat is fijn. Zelfs al wat weer aan het laatste blaadje wat ik nog moet bewerken op de computer. Dus wat dat betreft was het een prima avond. Springvloed gekeken. Ik heb nu nog 2 afleveringen. Het is zo spannend, zo spannend. En daarna heb ik Zonnestad gekeken. Het was wel even heel triest. Want er ging een van de vaste personages, die ging dood. En nou wist ik wel dat hij dood zou gaan. Maar ik wist niet meer precies hoe en ja, hoe dat zat eigenlijk. Dus hoe en wat, dat wist ik niet meer precies. Maar het was wel echt eventjes heel triest. Dus ja, dat vond ik eventjes wat minder leuk. Mijn boek is weer uit, dus ik moet weer een nieuwe beginnen. Ik heb wat wil ik nou zeggen? Goh, ik weet niet meer. Oh ja,
Die zin die klopte niet die ik wilde beginnen. Ik heb weer raar geslapen. Ik wist ook echt even niet welke dag het was toen ik wakker werd. Dan moet ik echt even nadenken welke dag is het. Is het maandag? Is het... Oh nee, het is zondag. Ja, dat heb je soms ook. Dus ja, verder is er ook eigenlijk niet heel veel meer gebeurd. Oh, ik heb een hele koude neus. Ik ga gewoon eventjes de kleding in de was doen en even hier stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik eerst even wat dingen doen. Ik ga jullie verder nergens bij zitten, maar ik laat je straks wel weer even zien waar ik foto's van ga maken. Dus dat ga ik nu eventjes doen, dan is dat straks ook weer klaar. Want ja, ik heb verder gewoon heel weinig te melden. Ja, dat heb je als er niks gebeurt. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Zo, ik heb even de hoofdspullen gepakt. Ik heb hier de Keep It Perfect Fixing Spray van Essence. Dan heb ik een Volume Powder 3D Top Coat. Power Volume 3D Top Coat van Catrice. Ik heb drie mascara's van Miki. En die ga ik fotograferen. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb net kerst op mijn vinger geslagen. Want ik was bezig met het maakwerk wat niet is gelukt. Dus dat heb ik even gelaten voor wat het was. Daar moet ik later even mee verder gaan. Maar ik ga nu eerst eventjes foto's maken. Eindelijk heb ik boven de magneten opgehangen. Deze van Scheveningen en deze van Giethoorn. Dus die hangen hier nu ook. Ik ga eventjes een pak sap pakken. Dan gaan we naar beneden. Even donkere hoel in. De foto's zijn klaar. Ik ga zo nog even importeren. Zo. Dan hier eerst even naar beneden. Ik heb mijn hand verdraaid net met die stomme beugel die kwam uit die BH. Die wilde ik er dus intikken. Toen wilde ik er nog een stukje afknippen, want het lukte niet. Maar ja, dat knippen ging ook niet. Maar die heb ik dus wel mijn hand verdraaid. Maar goed, ik ga even importeren. Ik had gisteren trouwens ook nog Ajax gekeken. En die hadden gewonnen met 2-0, als ik het goed heb. Nou, het was in ieder geval wel een, op zich wel een goede wedstrijd. Maar ik vond het wel een beetje saai. Want er was niet echt heel veel... Ja, het was niet echt een hele spannende wedstrijd. Maar we hebben in ieder geval gewonnen. En dat is weer mooi meegenomen. Zo, kartjes hebben inmiddels gegeten. Ik ben even wat minder blij. Want ik heb mijn hand verdraaid tijdens het... Ik wilde dus een beugel in een BH weer terugnaaien, want die was eruit gekomen. Maar die beugel die komt er steeds uit. En normaal kun je hem terugduwen, dan kun je het gaatje dichtmaken en is klaar. Deze die heeft een beetje moeite, dus ik heb al met een hamer heb ik hem er terug ingeduwd. Het werkt niet. Nu heb ik iets gedaan waardoor dit gedeelte dus hier tussen dat gewoon super zeer doet. Dus ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar ik was er wel weer even klaar mee. De foto's zijn gemaakt. Nou, daar was ik niet super lang mee bezig. Want ik had vrij makkelijke producten. Ik heb nu alles opgeruimd. Behalve de lampen dan nog. Mijn was die draait nog. En ik heb last van de zon. Dus ik voel me gewoon net even niet zo heel erg blij of zo. Ik weet niet wat ik heb. Even een soort dipje of zo. Die stomme hand die zeer doet. Dus ja. Het is allemaal even wat minder. Ik ga zo lekker relaxen. Dus ik heb echt geen zin meer om wat te doen. Vanavond heb ik de K van Carlijn. Die ga ik terugkijken. Alberto Stegeman ga ik kijken. Ik moet foto's bewerken. Misschien kan ik nog even verder met het persbericht. Ik heb Rex en ik heb Springvloed. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Niet bijzonder. Ik had de Swarma gisteren er al uit gehaald. Ik heb straks frietjes met Swarma. Dus dat is ook wel lekker. Dus die is nu onderweg. Dus dat was wel een goed idee. Ik hoop dat die was straks klaar is. Dan kan die even opgehangen worden. Maar ik ga verder. Ja, op de standaard dingetjes na ga ik verder niet veel meer doen. Straks lekker warm douchen. En dan hoop ik dat die hand gewoon even wat beter wordt. Wat ik wel ga doen is mijn nagels lakken. Want ik heb gisteren de lak eraf gehaald. Dus er gaat vanavond een nieuw kleurtje op. Maar dat is het ook wel. Ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ben, ik voel me gewoon even niet zo heel happy nu. Dus dan is het beter om te zeggen. Ik zie jullie morgen weer. Hopelijk weer bij een
Gewoon een nieuwe, vrolijke dag. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is alweer 15 februari. Ik ben klaargemaakt en het regent buiten. De dooi is ingezet. Ik moet zeggen, er ligt nog best wel veel sneeuw. Dus het duurt echt wel even voordat het weg is. Maar het begin is er. Maar ik heb gisteravond zoiets geks meegemaakt. Als je mijn vlogs langer volgt, dan weet je misschien al wel dat ik echt wel een geruime tijd al verkouden ben. Eigenlijk is mijn verkoudheid begonnen in december 2019. En eigenlijk daarna nooit meer weggegaan. En kijk, in deze tijd als mensen een verkoudheidje krijgen, gaan ze natuurlijk heel snel naar zo'n teststraat toe om te testen op corona. Want dat wordt ook geadviseerd. Maar mijn verkoudheid is al begonnen ver voordat wij kennis maakten met corona. Ja, we kenden corona vanuit China, maar we kenden het nog niet in Nederland. En we wisten niet wat de impact zou zijn. Dus ik ben gewoon eigenlijk al een jaar lang verkouden. Nou ja, ik deelde er gewoon mee, weet je. Ik weet gewoon mijn mijn immuunsysteem is misschien iets minder goed als dat van iemand anders die gewoon heel veel buiten komt. Dat zit er voor mij niet in. Dus het is wat het is. Nou zit ik gisteravond lekker op de bank televisie te kijken. En ik krijg ineens een soort van gevoel dat er menthol mijn keel in druipt. En ik snapte het helemaal niet. Want ik heb niks gebruikt met menthol erin. Ik heb gewoon helemaal niks met menthol gedaan. En ik kon ineens weer... Het was mijn neus knapte open, dus ik kon ineens weer frisse lucht mijn neus in ademen. En dat was zo gek, want ik heb dat dus zo lang niet kunnen doen. Maar ineens krijg ik nu dus gewoon weer allemaal frisse lucht die neus in. En nou, het was zo apart, echt. Dat je gewoon eigenlijk, dat het al zo gewoon is dat je niet echt frisse lucht je neus in krijgt. En dat het ineens gebeurt, dat je dat gewoon een soort van hele aparte gewaarwording vindt. Nou, ik vind het zo gek. Maar goed, dat is dus een beetje wat ik heb meegemaakt. Alleen die menthol die kan ik nog steeds niet plaatsen. Verder heb ik gisteravond even de K van Carlijn gekeken. Dat was heel mooi ook weer. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt. En ik ben verder gegaan met het persbericht van Catrice. Ik heb mijn nagels gedaan, rood. Ik heb de lakjes hier liggen, dit kleurtje. Deze donkerrode kleur van Catrice. Dit is de kleur 03 Caught on the Red Carpet. Dus dat is deze. En daar overheen heb ik deze topcoat gebruikt. Dit is een Power Volume 3D topcoat. Nou, ik zie persoonlijk niet heel veel verschil met een gewone topcoat. Misschien dat het iets meer glint, maar ik zie het verschil niet heel erg. Ik heb Rex gekeken en daarna ben ik verder gegaan met Springvloed. Vanavond alweer de allerlaatste aflevering. Echt super jammer, want het is echt zo'n goede serie. Dus morgen moeten we weer wat nieuws opscharrelen. Maar goed, dat is een zorg voor morgen. Ik heb in ieder geval nu vanavond nog een afleveringetje. Dus verder wel een fijn avondje gehad. Ik had alleen veel te veel swarma uitgehaald. Want als ik swarma koop, dan is het vaak, zit er wel 400 gram in zo'n bakje. Dus ik doe altijd een deel in de vriezer. Want ja, dat hoef ik in mijn eentje niet op te eten. Maar nu had ik dus, al mijn zakjes met restjes. En het was nou niet heel erg veel wat erin zat. Dus ik had gewoon 3 zakjes eruit gehaald. Toen ging ik het bakken. Ja, toen was het gewoon echt veel en veel te veel. Ik kon het niet eens op. Ja, dat vind ik dan wel lastig hoor, als je alleen bent om dat allemaal een beetje goed te bepalen, zeg maar. Normaal vanuit het bakje, dan zie je gewoon van, oh weet je, zo en zoveel lus ik. Of daar heb ik trek in en dat doe ik in de pan. Maar ja, uit de vriezer lijkt het heel weinig en is uiteindelijk meer dan je denkt. Maar goed, vandaag op de planning. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Dan ga ik daarna een video opnemen en daarna ga ik even lekker bullet journalen. Ik heb nog steeds de brief niet binnen. Ik kan nog een telefoontje krijgen vandaag. Al zegt mijn gevoel dat dat niet gaat gebeuren. Dus dat betekent dat ik weer met mijn coach moet kortsluiten van wat gaan we doen. Zij zei al wel van als je wat hebt gehoord moest ik gelijk even appen. Maar ik ga ervan uit dat ik eigenlijk niks hoor. Ja, en die brief dat snap ik ook nog steeds niet waar die blijft. En die heb ik gewoon echt nodig. En je moet achter zoveel dingen aanbellen. Je wordt er af en toe gewoon een beetje moe van.
Maar goed, dat is eventjes een ding voor van de week. Ik heb net wel even het vuilnis naar buiten gebracht. En je merkt gewoon echt wel dat de dooi is ingezet. Want de temperatuur is een stuk zachter dan de afgelopen dagen. Alleen weer even, ja, mijn kliko zit nu heel erg vol. Dus die moet volgende week aan de weg. Alleen het probleem is, Hiro hebben ze nu een nieuw systeem bedacht. Dat je nu 8 euro betaalt voor elke keer dat je kliko geleegd wordt. Dat is natuurlijk best wel veel geld. Dus je probeert hem zo lang mogelijk te rekken voor je hem aan de weg zet. Maar nu zit hij echt vol. Goed. Ik ga stofzuigen, kattenbakken scheppen en dan ga ik eventjes filmen voor jullie. Voor zaterdag. Zo, de video staat er ook alweer op. Dus dat ging vrij vlot. Ik ben vroeger dan normaal. Maar dat is ook wel een keer lekker. Het ging gewoon eigenlijk allemaal super vlotjes. En ik dacht, laat ik deze video maar opnemen. Maar die komt dus zaterdag pas online. Dus ik heb net alles even opgeruimd. Ik heb even een doekje over de tafel heen halen. Dan ga ik even wat drinken. En ga ik straks even bullet journalen. Want daar heb ik wel zin in. Ik zou eigenlijk misschien nog een wasje aan moeten zetten. Maar moet ik even kijken. Want eigenlijk moet ik woensdag wel echt even de handdoeken gaan wassen. Maar ik moet even kijken hoe en wat. Maar nu eerst even wat drinken. En dan mijn dingen doen. Ik heb al even wat ingesteld. Ik heb al eventjes die documentaire van Britney Spears ingesteld. Want die is vanavond. En ik kijk vanavond dan natuurlijk Married at First Sight. Dus dan heb ik die even opgenomen. Dan kijk ik die gewoon van de week even terug. Want zoals vrijdagavond of zo. Dat ik even alvast een deel kijk. En dat vind ik altijd wel lekker. Want dan kun je de... Oh, wat een gezeur. Je kunt dan lekker de reclame doorspoelen. Jullie komen nu hierheen. Goed, ik ga even wat drinken. Een doekje over de tafel halen. En zet ik je met bullet journaling nog even bij. Katjes hebben hun eten weer op en ik heb lekker opgeruimd en wel even lekker bezig geweest. Ik zat net even oppassen te kijken. Mijn moeder die appte dat het op televisie kwam, dus ik had hem even aangezet. En ik had het eigenlijk nooit echt gezien. Ik snap het nog steeds niet helemaal, maar het was wel leuk om een keer te zien. Want ik ben de laatste tijd wel een beetje van de oudere comedy-series. Dat heb je nu ook op RTL Lounge, dus dat is wel leuk om te zien. Daar heb je dan ook zonder ernst, dat is ook best wel grappig. Dus alleen het is vaak jammer, want heel veel van die mensen zijn natuurlijk inmiddels al overleden. Omdat het al best wel oud is, maar het was wel leuk om te zien. Ik heb de verwarming al wat hoger gedaan, want ik heb toch een koude rilling. Ik ga zo nog even lekker relaxen en eventjes een klitje uit mijn haar kammen, want die heb ik weer. Ga ik daarna eventjes lekker douchen en dan eten koken. En dan vanavond weer lekker goede tijden en Married at First Sight.
En ik ga eventjes verder met het artikel van Catrice en ik ga mijn eigen artikel schrijven. Dus niet een hele bijzondere avond. Ik moet nog eventjes, ik ga nog even Rex kijken en dan natuurlijk de allerlaatste springvloed. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar het wordt echt niet een hele bijzondere avond. Dus gewoon lekker basic. Ik ben ook een beetje moe. Niet fantastisch geslapen. En ja, ik weet het niet. Nou ja, ik hoop gewoon dat de vermoeidheid wat sneller overgaat. En misschien komt het ook wel als het mooiere weer eraan komt. Dat de vermoeidheid wat minder wordt. Maar dat is even afwachten. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 16 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik werd wakker met allemaal appjes. Want de avondklok is ingetrokken. Ik ben op dat moment net wakker. Ik moet me even oriënteren. Dus ik snap even helemaal niks van wat er allemaal gaande is. Wat ik uiteindelijk heb begrepen. Ik heb nog geen nieuws gezien. Is dat er dus een groep is geweest. Die heeft de avondklok aangevochten bij de rechtbank. En die hebben gelijk gekregen. Omdat de rechter heeft gezegd. Corona is geen nood. Dus de avondklok had nooit ingezet mogen worden. Ik vraag me dan ten eerste af. Waarom nu na weken. Ja, ik weet niet eens hoe lang hebben de avondklok nu. 2 maanden? Een maandje? Een maandje denk ik. Waarom moet je dan nu naar een rechter stappen? Er is volgende week een persconferentie. In het Florizante geval hadden ze gezegd, joh, we gaan de avondklok schrappen. Maar nee, die zijn naar de rechter gestapt. Ik vraag me dan ook een beetje af, onder welke steden leeft deze rechter? Door te zeggen, corona is geen nood, want er zijn gewoon best wel veel mensen aan overleden. Dus ik snap al die ophef gewoon niet. Waarom moet dit? De rechter ziet bijvoorbeeld iets met een watersnoodramp. Dat zou dan een ramp zijn waardoor je dus een avondklok zou mogen instellen en corona niet. Nou ja, ik vraag me ook wel heel eerlijk af, heeft de avondklok echt effect? Ik denk het zelf niet, net als de mondkapjes niet. Want de besmettingen zijn de afgelopen week toch best wel weer heel hard gestegen. Maar het wekt ook een beetje irritatie bij me op. Ik kreeg ook al een appje van Nathalie. Waarom ben je zo fel tegen de coronaregels? Ik zeg, nou, ik weet niet of ik per definitie fel ben. Ik zeg, maar ik denk dat ik er gewoon wat anders over denk. Dat kan heel fel overkomen. Zo is het absoluut niet bedoeld. Maar ik heb wel gewoon een andere denkwijze. Dus ik zeg, ja, maar waarom dan? Dus ik zeg ook, er zijn gewoon een heleboel factoren die mij irriteren. En waar ik gewoon niks van begrijp. Maar ja, toen vroeg ze dan ook wat dat was. Toen zei ik ook, nou, gewoon het feit dat er gewoon best wel veel mensen zijn die zich nergens aan houden. En die het allemaal wel dikke prima vinden. En dat ik gewoon niet zo goed snap van waarom is het zo moeilijk. Nou, dat kon zij ook wel beamen, want zij werkt natuurlijk in een winkel. Dus zij ziet het op wekelijkse basis ook wel. Zij had bijvoorbeeld iemand gehad, zij was iets aan het doen in de winkel en iemand die boog even voor haar heen. Dat zij helemaal stil bleef staan en dat diegene toen toch wel zoiets had van, oh ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Ja, misschien is mijn mening wat feller. Kijk, ik deel het wel gewoon met jullie, want ik heb zoiets van, ja, ik heb er toch een mening over. Ik probeer het altijd wel in proportie te houden. Ik wil, maar ja, ik vind het soms best wel lastig. En ik heb natuurlijk al vaker aangegeven, ik heb niet echt heel veel last van corona. Ik heb ook geen last van die avondklok gehad. Maar ik weet ook dat mensen gewoon die corona hebben gehad, dat ze gewoon de nasymptomen zijn blijkbaar heel heftig. Want je kunt heel lang heel moe blijven. Dus ik denk dat het wat dat betreft soms een beetje onderschat wordt. En ja, ik snap dus deze keuze van de avondklok schrappen totaal niet. Het zal voor heel veel mensen heel fijn zijn. Ik heb er zelf geen last van gehad. Het boeide mij niet zo. Ik kwam toch niet buiten in de avond. Maar nee, ik snap het allemaal niet zo goed. Maar goed, dat is mijn mening. Ik heb gisteravond weer Married at First Sight gekeken. Het waren wel een beetje aparte wendingen. Want ineens gingen tussen Sylvia en Freddy niet zo goed meer. Nou, Mick en Daisy, er was te verwachten dat dat niet lekker liep. Dus ja, dat was allemaal een beetje apart. Daarna ben ik met mijn artikel bezig gegaan om die te schrijven. Ik heb ook het artikel van Catrice af. Dus de nieuwe producten die vanaf 1 maart te koop zijn, die staan inmiddels online op mijn blog.
Mocht je daar benieuwd naar zijn, het linkje staat in de beschrijving van mijn blog. En daar kun je dus ook het persbericht vinden. Ik heb Rex gekeken en de allerlaatste springvloed. Het was een hele spannende ontknoping. Het heeft een wending gekregen die ik niet had aanzien komen. Maar ik vind het ook wel heel jammer dat ik er doorheen ben. En ik heb begrepen dat er nog zeker niet duidelijk is of er een derde seizoen komt. Ik denk het zelf niet, want dit seizoen 2 was al van 2018. We zitten nu al 3 jaar verder. Dus ik denk het zelf niet, maar het was wel een hele goede serie. Dus dat betekent dat ik vanavond een nieuwe serie moet opzoeken. Ik ga zo hier even aan de gang. Ik ga alvast een wasje in de machine stoppen. Die ga ik morgen even draaien. Dan ga ik de kattenbakken doen. De douche, de gang. En dat is het dan ook wel. Een beetje hoofdpijn. Ik heb gisteravond een beetje last van mijn keel gekregen, van mijn oor. Ik merk het nu niet meer. Gelukkig. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Maar goed, verder heb ik ook weinig te melden. Want ja, er gebeurt niet zoveel in mijn leven op het moment. Maar dat geeft het niet. Ik ga even mijn spullen pakken. En dan ga ik gewoon even aan de gang. En dan zet ik jullie bij de douche er wel weer eventjes bij. Dus tijd om even wat te gaan doen. Wat ik jullie trouwens nog even wilde vertellen. Ik had zondag mijn dag niet helemaal. En dat begon al toen ik gehaktballen ging draaien. Want dan ga ik nog gehaktballen maken. Ik doe daar kruiden in. Dan had ik 2 zakjes kruiden staan. Eentje voor gehakt en eentje voor biefstuk. En wat heb ik gedaan? Ik heb per ongeluk de biefstukkruiden in het gehakt gegooid. Nou, dat kreeg ik er dus nooit natuurlijk meer uit. Ik heb het opgegeten, maar het was geen succes. Die biefstukkruiden is zo overheersend. Het was gewoon echt niet lekker in het gehakt. Dus daar baalde ik ook al een beetje van. Het was gewoon echt niet echt te pruimen. Nou ja, ook dat soort dingen gebeuren soms. Maar ja, ik had er even iets van shit. Alles gaat mis. En de volgende keer dat ik gehakt eet, ga ik wel de goede kruiden er in ieder geval in doen. Ja hoor, het is weer gelukt. De batterij is weer leeg van de camera. Dus ja, dan maar even met de telefoon. Ik vind het zelf niet het fijnste, maar ja, soms is het even niet anders. Ik heb alles lekker klaar. Ik heb wel even een wasje erin gedaan. En ik heb dus eventjes mijn matten die bij de deuren liggen, heb ik erin gestopt. De matjes die onder de kattenbak liggen en het matje wat onder de drinkbak ligt van de katten. En eventjes mijn matjes uit de douche, dus het wc-matje en het badmatje. Die heb ik er even ingestopt, want dan is dat ook weer even fris. En dan ga ik morgen even de handdoeken doen. Maar die is nog niet eens klaar, die draait nog. Die hoor je misschien wel op de achtergrond. Dus
Maar goed, alles is weer lekker klaar. Het is altijd weer een fijn gevoel. Het was ook heel fijn, want ik ging het kattengrit wegdoen. En toen kwam ik bij de brievenbus en toen zat die brief erin waar ik al op zat te wachten. Die heb ik ook direct ingescand en doorgemaild. Dus dat is gedaan. Ja, dan ga ik zo nog even lekker relaxen. Dan gaan we vanavond een Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee, dus ik ga me straks even oriënteren van wat lijkt me leuk, waar heb ik zin in. Hoor je dan weer eventjes in de weekvlog van volgende week waar ik naar ga kijken. Maar ik vertel het jullie natuurlijk morgen, maar die komt dan volgende week pas online. Ik heb Rex, ik moet de vlog wil ik verder afmaken. Ik moet nog foto's bewerken. Ik ga Married at First Sight kijken en dat is het ook. Ik weet nog niet wanneer ik die documentaire van Britney Spears ga kijken, want die heb ik gelukkig wel opgenomen. Dus dan moet ik nog even kijken wanneer ik die ga kijken. Je hebt vanavond voetbal, dus alles is wat later. En ze zijn nu in debat over of de avondklok alsnog doorgaat. Dus dat is nog even afwachten. Er is een rechter nu zich over aan het buigen, wat ik begreep. Maar goed, dat zullen we straks wel weer horen. En dan vertel ik het je ook wel weer in de volgende weekvlog. Ja, ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en vind je het leuk om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's? Kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf op die rode button. Daarnaast zie je een belletje en als je daarop klikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan gewoon even dat duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende weekvlog weer te zien. Of überhaupt een volgende video. Doeg!